Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 27 september. De gave van Gods gerechtigheid aantrekken. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 2 Korintiërs 5 vers 21. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. De twee volgende belangrijke vragen zou je jezelf moeten afvragen. 1. Weet ik wie ik ben in Christus? 2. Wandel ik in gerechtigheid? Te veel mensen kunnen niet naar behoren deze vragen beantwoorden en dat weerhoudt hen ervan om te wandelen in de vrijheid en de vrede die God voor hen bedoeld heeft. De Bijbel zegt dat op het moment dat we Jezus Christus als onze redder aannemen, God onze zonde wegneemt en ons zijn gerechtigheid geeft. Het is een geschenk en we hoeven het niet te verdienen, maar we moeten het wel aantrekken. Iedere keer dat we dat doen, ontvangen we zijn vrede. Wanneer je weet wie je in Christus bent, dan heb je de vrede en het vertrouwen dat God je altijd geeft wat je nodig hebt om te doen wat je moet doen. Als je weet dat Hij je lief heeft en dat Hij voor jou gestorven is, kun je iedere dag opstaan en je best doen om God lief te hebben. En wanneer je weet wie je in Christus bent, dan kun je de gerechtigheid aantrekken die Hij voor je gekocht heeft en daarin wandelen. Zodra je Zijn liefde voor jou ervaart, zal je natuurlijke reactie zijn om voor Hem te leven met alles wat je hebt. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heer, ik wil voortdurend bewust zijn van wie ik ben in U. Help mij te herinneren aan alles wat U voor mij hebt gedaan, zodat ik dagelijks mijn gerechtigheid kan aantrekken. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. Gods zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.